Dit is de Britse Annika Reder, een piepjong meisje, 14 jaar. Een beetje verlegen, een bijzondere harde werkster. Misschien niet zo super getalenteerd. Was ook niet in de finale van de 24 besten, maar wel goed genoeg voor een finaleplaats op de grond, want zij werd daar achtste. Had daar wel geluk dat er een derde Roemeense voor haar was, ook een derde Oekraïense. Zo was ze eigenlijk maar tiende in die kwalificatie. Maar het is goed een West-Europees meisje te zien. Kijk eens wat ze kan doen. Tsukahara, perfect, zoals de besten uitgevoerd. Zij heeft 6 maanden competitie onderbroken om vooral haar technisch niveau te verhogen. In het bijzonder aan de brug, haar zwakste toestel. En uiteraard is natuurlijk haar beste proef deze grondoefening. Dubbel schroef, maar na een moeilijke voorwaartse reeks met salto, met schroef. Oh. Ja, ik vind het fijn dat wij niet altijd Russinnen, Oekraïners, Roemenen zien. Zij is trouwens het enige West-Europese meisje in de finale op de grond. En dat betekent wat? Dubbel gehurkte salto. Hoho. Prachtig. Annika Reder, 14 jaar. En dan zeggen dat dit meisje eigenlijk een beetje, ja, niet een beetje, een astmaleidster is. Maar u ziet tot wat prestaties zij in staat. Is daar die fantastische reeks en hier die dubbele geschroefde stap. 720 graden, maar dan vooral uit zo'n moeilijke combinatie. Maar we moeten wel rekening houden, kijkers, dat als de startwaarde van de oefening maar 9,90 bijvoorbeeld is en ze krijgt een 9,65, dat ze dan hoogstens 2/10 à 3/10 voor vorm, voor kleine evenwichtsverliezen zoals hier, kan verliezen. 9,675, dit is een bijzonder goede score voor het meisje uit Middlesex in de omgeving van Londen, waar ze geboren is, opgevoed en ook.